Beste mensen, ik wil even een korte video maken. Zoals jullie weten, hadden jullie op mijn Instagram gezien dat ik afgelopen vrijdag, dus op 12 maart, ongeveer om 8 over 5 of 9 over 5 in de middag, laat in de middag, mijn Galaxy Bus ...heb verloren... ...bij... Um, ...de connect... ...in de bus 161... ...connection van halfweg... ...Zwanenburg... ...maar die bus rijdt ook naar Hoofddorp. Of anders... ...heb ik ze verloren... ...bij de bushalte van halfweg... ...Zwanenburg. Ik had ook... ...drie keer... ...I lost gebeld... ...zoals het bedrijf heet... Die Ervoor zorgt dat je gestolen Dat je... Kwijtgeraakte voorwerp op die site komt. Ja, op die site. En het staat er nog steeds niet op. Het kan zijn dat die meegenomen is. Of ergens nog ligt. Maar... Um... Ik had het toen in mijn jaszak gedaan, maar hij viel eruit zonder dat ik het opmerkte. Ik Kijk, ik heb wel een rits aan die jas, maar. Um, ik had het toen niet dicht. Ik had toen niet de ritsluiting gedaan. Hoe kut het ook van mij is. Maar ja, ik doe dat vaker, maar normaal valt er niks uit mijn jaszak. Maar dit keer was dat wel zo, dan alleen met mijn me Galaxy Buds, zonder dat ik het opmerkte. En voor de mensen die het in de bus 161 of in de. Hal of bij de halte van. Wijkenmeerstraat in Hoofddorp heeft gevonden. Laat het me weten in de reacties. Zo zien de Galaxy Buds eruit. In het rood. Ik heb nog maar één oortje zoals jullie het kunnen zien. Ik ben één oortje en die... Oplaadcase kwijtgeraakt. Dus... Voor degene die in de bus 161 van Connection of bij Wijkenmeerstraat zijn langsgekomen of waren langsgekomen. En die dat oplaadcase van de Galaxy Buds in het rood heeft gezien met een oortje erbij. Laat het me weten in de reacties. Ik weet het, iedereen raakt wel eens wat kwijt. Hoe kut het ook is. Maar ja, laat het me gewoon even weten in de reacties. En dan zie ik jullie nog bij een andere video. En dan zie ik jullie nog bij een andere video. Laat het me weten in de reacties als jullie. de Galaxy Buds hebben gevonden. Kijk, ik had het in mijn jaszak gedaan. en mijn ritsluiting was nog open. Maar normaal valt er niks uit mijn jaszak vandaan als mijn rits open zit. En. als ik in de bus zit ook niet. Maar dit keer was dat wel gebeurd. Dus. Laat het me weten als jullie het hebben gevonden bij Wijkenmeerstraat in Hoofddorp. Of in de connection van 161 richting halfweg Zwanenburg of naar Hoofddorp toe.